Voor dit boek heb ik me gericht op één persoon, één lezer. Een lezer die niet meer leeft, mijn beste vriend. En ik wilde een boek schrijven voor hem, als een ode aan hem. Maar ik had er ook in mijn hoofd tijdens het schrijven dat hij mee zou lezen. Dat was is nog steeds mijn doel, dat hij het boek zal lezen. En dat was zowel hoe noem je dat? Hij keek over mijn schouder mee tijdens het schrijven. En het is ook een heel... ik heb het voor één persoon geschreven, maar wat je nu ziet is dat het boek misschien daardoor ook veel breder publiek krijgt. Het is een heel intiem boek, een heel persoonlijk boek. Maar kennelijk zegt het ook iets over universele thema's, vriendschap en verlies en rouw, denk ik ook wel. Dus ja, nu lezen veel meer mensen het. En of hij het gelezen heeft, dat weet ik nog niet.